Wie zorgt er eigenlijk voor dat Google-producten er in het Nederlands zijn? Welkom bij Vraag het Google, waar we elke dinsdag jouw vraag beantwoorden. Laat jouw vraag achter in de comments onder de video. Ja, ik zeg comments, maar het is eigenlijk reacties in het Nederlands. Zeker, ja, klopt. Ben jij nou eigenlijk al die tijd diegene geweest die ervoor zorgt dat Google-producten beschikbaar zijn in het Nederlands? Ja, dat ben ik. Maar ik ben er meer verantwoordelijk voor dan dat ik alles zelf vertaal. Ja. We vertalen ongeveer een paar miljoen woorden per jaar voor het Nederlands. Mm-hmm. En dat doe ik natuurlijk niet allemaal zelf. Dat kan ik niet. Oké, maar laten we even denken. Dus Google Search, dat is... Google zoeken. Oké. YouTube is... YouTube. Translate. Was eventjes niet translate. Ja, was eventjes vertalen. Google vertalen. En toen hebben we het uiteindelijk teruggezet naar Google Translate, omdat dat de naam is die iedereen gebruikt. Maps? Is ook niet Google kaarten, hè? Nee. Dus wat doe je eigenlijk de hele dag? Want alles blijft gewoon in het Engels. Eigenlijk doe ik niks. Ja. Maar voor de rest moet natuurlijk alles vertaald worden. Dus de user interface, de websites die we hebben. Maar hoe gaat dat dan? Ik ben wel even benieuwd. Dus stel, ons hoofdkantoor is in Mountain View in Californië. Daar maken ze misschien een nieuwe versie van Gmail. Mm-hmm. En dan wil je dat die ook in het Nederlands er is. Ja. Hoe vertaal je dat dan? Nou, we hebben heel veel vertalers voor het Nederlands die daar aan werken. En hoe krijgen ze een lijst of zo met alle woorden die erin zitten? Of? We hebben een tool en dat is ons eigen vertaalprogramma. Ja. Dus daar zien ze de Engelse tekst in, de Nederlandse tekst en een omschrijving van elke zin. Dus wat het precies betekent. Ja. Omdat ze niet in context zeg maar de zinnen zien staan. Ze zien de Engelse tekst, ze zien de Nederlandse tekst. En dan maken ze daar zo goed mogelijk een Nederlandse vertaling van. Heb je dan een voorbeeld van waar dat nou echt niet zo heel goed gegaan is? Een aantal jaar geleden, weet ik nog, toen hadden we een editing app voor foto's. Ja. En daar kon je dan... Een bewerkingsprogramma. Okay. Maar ondertussen denk ik dat je editing app best wel mag zeggen in het Nederlands. En daar kon je je foto in bewerken. Je kon een rondje maken of een vierkantje. Beetje uitsnijden. Ja. En dan heb je ook altijd een optie die free heet. Dus dan kan je zelf een beetje tekenen. Ja. En die heette bij ons helaas gratis heel even. Omdat er gewoon geen goede omschrijving stond. Precies. Was de net de verkeerde free dit keer. Ja, dus dan hebben we die verkeerd vertaald helaas. Hebben we later aangepast en staat nu helemaal goed. Dus. Maar Rian, het lijkt me niet altijd heel makkelijk om dingen te vertalen. Omdat bijvoorbeeld een woord grapje in het Engels niet meteen overkomt in het Nederlands. Mm-hmm. Ja, Google doet natuurlijk nogal veel aan woordgrapjes. Ja. Dus dat de taak is aan ons om dat zo goed mogelijk naar het Nederlands over te zetten. Ja, want ik zag een keer een voorbeeld in het Engels. Als je dus in Google Maps nu navigeert, bijvoorbeeld naar een koffietentje, dan krijg je aan het einde van de rit een overzicht met hoe lang heb je erover gedaan, wat was je gemiddelde snelheid. En daar zit dus ook een woordgrapje in. Ja, dus in het Engels staat daar see you latte. Superleuk. Maar ja, wat ga je er in het Nederlands van maken? Ja. aangezien dat natuurlijk niet echt voor ons werkt om dat één op één te vertalen. Nee. Dus? Dus na lang brainstormen, waar jij ook aan mee hebt geholpen, zijn we uitgekomen op koffie, tijd. Ja, ik vind hem goed. Het is beter dan zie je latte of zo. Zie je latte. Hebben we nog over nagedacht. Ja, dat was het toch niet helemaal inderdaad. Nee. Ja, in het Engels heb je natuurlijk you, maar in het Nederlands zou je het kunnen vertalen met jij, maar ook met u. Ja. Dus wat kies je dan? Nou, we hebben best wel veel producten die u gebruiken. Toen ik begon, heel lang geleden, hadden we maar een aantal die ook je gebruikten. Zoals YouTube en Gmail. Maar werd je gebruikt steeds. Ja, daarin werd je gebruikt. Ja, maar we zijn nu steeds meer producten aan het overzetten naar je. Omdat we zien dat het steeds meer normaal wordt in het Nederlands om je voor mensen, tegen mensen te gebruiken. Zo zijn er ook termen die veranderen. Bijvoorbeeld wat vroeger een koppeling heette. Ja. Dat hebben we nu ondertussen link genoemd. Ik zou niet eens meer weten wat een koppeling geweest was. Als je dat dan ziet staan. Ik wist dat eerst ook niet. Maar dat zijn dus ook dingen die we aanpassen. Ja. Nou zijn er landen zoals Nederland, maar denk bijvoorbeeld ook aan Zweden, waar de meeste mensen echt prima Engels spreken. Mm-hmm. Waarom dan toch veel moeite stoppen in vertalen? Is dat nog wel nodig? Dat is een hele goede vraag. Ja, ik denk het wel. Omdat mensen toch fijn vinden om producten te gebruiken in hun eigen taal. Om te gebruiken wat ze kennen. Dus ik denk dat we het daarom doen. Nou, mocht je dus denken dat Rian alleen maar vragen Google doet. Helaas. Dat is niet zo. Dan weet je wat ze echt doet. Oh, het zegt yoghurtijs. Dat is beperkt lekker. Oh, eeuw. Oh. Hoe komt het? Nee, niet hoe komt het. En de
Begon leuk, maar het eindigt slecht. Nou is het in Nederland zo, en in veel andere landen waar Engels niet de normale taal is, dat mensen... Het niet de normale taal. Die taal is echt niet normaal. Ik dacht, ik zag mensen. Heb je een vraag aan ons? Laat hem achter als reactie onder de video. Zo, ik zeg altijd comments, maar... Je bent wel ook een taalpurist waarschijnlijk. Ja, maar wij vragen het Google vaak niet. Niet. Nee. Maar als ik word met DT schrijf, dan... Gaan we het daar straks nog even over hebben. Ja. Ik snap het. Oké. Nou ja, vergeet niet te abonneren. Dat is ook een woord dat jij uitgevonden hebt. Ja, dat was een foutje. Maar ik ben wel blij dat hij lekker blijft hangen. Dat is wel lekker. Ja. Je krijgt meer als je abonneert. Dus abonneer zeker op ons kanaal. Krijg je een berichtje als we een nieuwe video hebben. En dan ga ik weer... Duimpje. Ja, duimpje omhoog. Liken is tegenwoordig een Nederlands woord. Dus like video. Is dat een Nederlands woord? Ja. Staat er vandaan, jongens. Dan kunnen we ijs essen. Je zit in Duitsland, jetzt. Als de Nieke Zeen, hè? Nee, dacht ik al. Tot volgende week. Tjus. Tjus.